Hey, hallo en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals je aan de titel hebt kunnen zien, ben ik hier vandaag met mijn eerste trimester recap video nadat ik dus heb aangekondigd dat wij in verwachting zijn van ons tweede kindje. Dus de tweede zwangerschap is upon me. Als ik dit film ben ik ruim in mijn derde trimester, maar ik had in de aankondigingsvideo wel gezegd dat ik per trimester nog een beetje een, en de zon komt erdoor, een beetje een recap wou doen, mijn ervaring wou delen en zeker ook omdat ik het een beetje kan vergelijken met een eerdere zwangerschap. Er zijn wel een paar dingetjes die anders lopen of gelopen zijn. En dat ga ik in dit soort van video's. Het zullen er dus drie zijn, want drie trimesters. Ga ik dus in deze reeks van video's met jullie delen. Ik ben nog geen minuut aan het praten en ik ben al buiten adem. Ik heb er trouwens een drankje bij genomen. Doe dat gerust ook, want we kennen het allemaal. Eens dat ik aan de babbel ga, zijn we wel eventjes zoet. Goed, het is een tijdje geleden sinds dat ik gefilmd heb, maar in mijn toestand hoop ik dat jullie dat wel begrijpen. Leven is ook gewoon heel hectisch. Zwanger zijnde, een peutertje hebben, fulltime werken. Life is... Het is veel en ik heb het serieus onderschat. Maar dat is iets totaal anders. Ik ga eerst even op adem komen en dan gaan we eraan beginnen. Ik heb per trimester op mijn gsm in de notities keigoed bijgehouden. Eigenlijk een beetje ook per week wat ik altijd merkte dat er zou veranderen. Allee, dat er veranderde of waar ik mee zat of hoe dat ik me voelde of een mijlpaal. Dus dat ga ik in deze video's delen. Als je trouwens benieuwd bent naar mijn eerste zwangerschap, alleen mijn eerdere zwangerschap, mijn ervaring daar rond. Ik heb daar een playlistje van, dus dat kan je op mijn kanaal zeer gemakkelijk vinden. Maar dit is dus ja, de tweede zwangerschap en dus mijn ervaring met het eerste trimester in de tweede zwangerschap. Dat voelt ondertussen al een eeuwigheid geleden. Het is alsof ik ook al een eeuwigheid weet dat er een kindje aankomt en we zijn er nog steeds niet. Wij weten van eind november. Dus dat we in verwachting zijn. Maar dan natuurlijk komt een heel onzekere periode. Ook een periode dat je het voor jezelf houdt. Dus ja, als je weet, eind november en we zijn nu begin juli. Dat is wel een hele lange tijd. Goed, ik zet mijn gsm hier bij mij. Want zwangerschapsdementie is nog steeds een dingetje. Nu, ik zou niet zeggen per se vanaf de start van het eerste trimester. Maar ik heb ook gewoon het gevoel dat dat nooit is gestopt sinds mijn eerste zwangerschap. Dus de dementie, still a thing. En vandaar dat ik er echt wel mijn notities moet bijhouden. Nu, ik had in mijn aankondigingsvideo al lichtjes vernoemd wat dat ik voelde voor dat ik de zwangerschapstest heb gedaan. Ik heb dat hier ook genoteerd. Dus nog voor de test had ik de metaalsmaak in mijn mond. Ik was dus geopereerd, mijn amandelen zijn eruit gehaald en ik had een vreemde smaak in mijn mond, maar plots kwam daar de metaalsmaak die ik kende van het eerste trimester van mijn vorige zwangerschap, waardoor ik dacht, oh, dat is hier een ander smaakje. Zou het kunnen dat wij hier zwanger zijn. Dus die metaalsmaak die is gekomen nog voordat ik de test had gedaan. Vorige keer is die rond 7 à 8 weken gekomen. Nu was die er dus echt gelijk. En die is gebleven tot een negental weken. Dus dat is voor mij echt wel, zoals sommige mensen ochtendmisselijkheid of zo hebben, of 's ochtends moeten overgeven. Daar heb ik totaal geen last van. Daar ben ik ook super blij om. Maar die metaalsmaak is voor mij deze keer echt wel de trigger geweest van, wow, wow. Het zou hier zomaar wel eens kunnen. Verder had ik ook heel veel, dat heb ik ook in de vorige video gezegd, dromen, levendige dromen. Dat had ik vorige keer totaal niet. Levendige dromen en zwangerschapsdromen en een tweede kindje dromen. Al dat soort van dingen nog voor de test. En wat ik ook had nog voor de test, is dat ik superveel begon te poetsen en opruimen. En alles moest proper zijn. En ik had een soort van drang, terwijl ik die normaal echt niet heb. Ik bedoel, ik ruim het hier wel op en ik poets hier ook wel, maar niet meer dan nodig is. Want live en dat is gewoon niet het leukste. Maar toen vond ik dat wel echt kei plezant. En ik deed het graag en ik stak mijn oortjes in, mijn muziek of een podcast. En ik begon gewoon gelijk een bezetene alles te poetsen en te dubbelpoetsen en te kuisen en op te ruimen. En dat viel die periode ook wel op. En daarna, ik heb het genoteerd, daarna had ik wel last van mijn rug. Maar ik word natuurlijk ook een dagje ouder, dus het is misschien normaal dat ik ook een beetje last krijg van mijn rug. Nu ja, goed. Er komt dan een moment dat je de test, of dat wij de test hebben gedaan, dat ik de test heb gedaan. En sinds dan heb ik ook nog een paar dingetjes genoteerd. Want ik moet wel in het algemeen zeggen dat mijn eerste trimester, als ik hoor en vergelijk met andere verhalen, dan
Ik kan eigenlijk niet klagen. Ik heb geen, zoals ik daarnet zei, geen last van ochtendmisselijkheid of van overgeven of van niet naar het werk kunnen te gaan vertrekken. Daar heb ik allemaal geen last van. Het hielp natuurlijk wel dat ik de eerste 3 weken dat ik het wist, of 2,5 weken, had ik vrij af van mijn werk. Waardoor dat ik 's morgens ook niet zo gerushed, gehaast was, want moe was ik natuurlijk wel. Heel je lichaam is bezig met het opstarten van. Dus het vergt ook heel veel energie. Je hebt dan ook, wij hebben in ons geval, loopt er dan ook nog eens een peutertje rond die heel actief is. En daardoor, de vermoeidheid was er wel. Had ik het werk er dan nog eens bij gehad, die eerste paar weken, denk ik wel dat het pittiger zou geweest zijn. Maar dus de maand december is eigenlijk heel easy gegaan. Nu, er zijn wel een paar dingetjes die dat ik dan nog kan vertellen. Als je zou willen weten hoe dat ik mij die eerste weken gevoeld heb, Vlogmas, daarin weten we gewoon dat ik zwanger ben. Daar ben ik ook gewoon zwanger. Dat is het eerste trimester Vlogmas. Ik vlogde daar zo goed als elke dag. Dus als je zo'n beetje een behind the scenes, maar ik vertel het niet, maar ik verstop het ook niet echt. Ik bedoel, als ik mij slecht voelde of zo, dan heb ik dat ook gewoon gedeeld. Dus als je dat zo'n beetje zou willen zien, dan zou ik je verwijzen naar Vlogmas 2022. Want daarin ben ik dus gewoon zwanger en kan je een beetje mijn algemene mood en leven volgen. Amai, snappen jullie wat ik bedoel? Ik ga even drinken. Ik heb soms ook het gevoel dat mijn gedachten niet op een rij zitten met wat ik wil vertellen. Dat is ook zo een klein dingetje dus. Ik blijf maar babbel, babbel, babbel. En straks bij de edit denk ik, girl. Maar goed, ik dacht aan Vlogmas omdat tijdens Vlogmas zijn wij een weekje naar Centerparks gegaan. Een midweekje. En tijdens dat midweekje zijn we ook naar de Efteling geweest. En dat was een hele fijne dag. Een hele koude dag. We hebben veel gewandeld. De enige attractie die ik daar gedaan heb, was de draaimolen die indoor was. Omdat ons zoontje dat echt geweldig vond. Dus daar zijn we meermaals op geweest. En voor de rest hebben we eigenlijk veel gewandeld. En op dat kerstmarktje rondgewandeld. Dus dat was een super fijne dag. Maar die dag is minder fijn geëindigd. En volgens mij heb ik dat aangehaald tijdens de vlog. Gewoon van dat het een minder fijne avond was of zo. Maar dan niet verder over uitgeweid. Ik denk zelfs dat ik een dagje gemist heb toen. Maar dat kwam dus omdat er 's avonds had ik last van bruinverlies. Ja, TMI, I know. Maar waarschijnlijk zijn we allemaal girls ondereen die misschien ook zwanger zijn. Dus ja, dan kan ik dit wel gewoon zeggen. Maar dus 's avonds, als wij terug waren in onze cottage, merkte ik bruinverlies op. En ik weet niet of je nieuw bent op mijn kanaal. Misschien wel. Maar voor de zwangerschap van ons zoontje heb ik een eerdere zwangerschap gehad. Die was uitgemond in een gemiste miskraam, helaas. En ook toen had ik in een van de eerste weken dat we het wisten, last van bruinverlies. Dat zorgt er bij mij wel voor dat ik ook deze zwangerschap niet gelijk van de daken schreeuwde of er zorgeloos in ging. Er zit altijd zo wel een klein dingetje in mijn hoofd dat daar een beetje voorzichtig mee wil omspringen of zo. En dus toen ik dat bruinverlies opmerkte, dacht ik gelijk terug aan die eerste zwangerschap die niet goed was afgelopen. En ik dacht direct van, oh nee, dat is hier niet goed. Ik had direct superveel schrik, omdat ik dat toen ook had gehad. En dat was dan slecht afgelopen. En dan nu, oh nee, dat bruinverlies, van waar komt dat toch? En ik was er niet meer zo gerust in. En dat bruinverlies heb ik dan nog 2 keer gehad. Ik denk de volgende dag in de middag. En dan 1 of 2 weken later ook. De ene keer was het feller dan de andere keer. Maar het was toch wel 3 keer op een 10-tal dagen tijd. Waardoor ik dacht, oh nee, dat gaat hier slecht nieuws zijn bij de gynaecoloog. En dat zie ik helemaal niet zitten. En dat zie je sowieso nooit zitten. Maar omdat je het al hebt meegemaakt, komt dat zo wel wat terug. En dat was absoluut geen fijne periode. Het zal voor niemand een fijne periode zijn. Maar dat zorgde er wel voor dat ik sinds dan, dus sinds die Eftelingdag, was ik echt wel, hoe moet ik het omschrijven, bezig met het feit dat het wel eens zou kunnen misgaan. Ik begon te letten op elk krampje dat ik voelde. Naar het toilet gaan, dat was zoiets van, durf ik eigenlijk wel naar het toilet gaan? Want wie weet, wat vind ik daar? Ik ging er niet meer zorgeloos in. En dat vind ik,
Allee, dat vond ik wel jammer. En dan heb ik ook nu het volgende genoteerd. En dat is dat ik wel wat moediger en emotioneler was dan tijdens de zwangerschap van ons zoontje. En ik denk dat dat eigenlijk indirect gelinkt is aan dat bruinverlies. Omdat ik die link legde met, oh nee, de eerste keer had ik dat ook slecht afgelopen. Wat nu? En ja, je moet wachten. Allee, je moet... Ik had een afspraak gemaakt voor rond 8 weken bij de gynaecoloog. Dat hoeft niet. De eerste afspraak is meestal 12 weken, maar ik wou echt wel de zekerheid van oké, we gaan op 8 weken. Dat was toen bij de gemiste miskraam ook. Als het dan mis is, dan weten we het op 8 weken. En dan zien we vandaar. Dus dat was nog wel eventjes wachten. Ik denk dat ik toen nog 2-3 weken heb moeten wachten vooraleer we naar de gynaecoloog konden gaan. En dat waren wel lange weken, omdat je in die onzekerheid zit van... Loopt alles daar binnen goed? Mijn lichaam heeft die eerste keer heeft het niet opgepikt dat het slecht ging, dus wat nu? En dat was wel voor mij. Als ik dan hier noteer, moody en emotioneel, volgens mij was het echt wel daaraan gelinkt. Maar goed, op 8 weken, heb ik dan hier genoteerd, hadden wij onze eerste afspraak bij de gynaecoloog. En ik heb er hier mijn zwangerschapsboekje bij gehaald. Die eerste afspraak die ging eigenlijk heel goed. Voilà. Want daar zagen wij een heel mooi vruchtzakje met een stipje erin en een dooierzakje. En dat had een kloppend hartje. Dus daar waren wij alleen maar heel blij mee. Dan natuurlijk ook met de gynaecoloog besproken dat ik dat bruinverlies had gehad. Maar er is niks om mij zorgen over te maken, vond zij. Dus sinds die eerste afspraak ging het allemaal wel beter. Emotioneel en mentaal gezien dan. Ik was er niet meer zo mee bezig van, oei, dat gaat hier heel slecht aflopen. Omdat we, kan natuurlijk nog altijd, maar omdat we die bevestiging hadden en een kloppend hartje, natuurlijk, het kan nog altijd. Maar we gingen ervan uit, all is well, all is fine. Nu zijn we vertrokken, dus dat was wel een leuke afspraak. Goed, wat heb ik hier dan nog allemaal genoteerd? Vanaf 10 weken kan ik het niet langer maken dan 8:30 s'avonds. Ik ben heel vermoeid, heel moe en ik slaap heel veel. Het is ook heel druk op het werk. Nu ja, ik ben sowieso iemand dat in de wintertijden, alleen wintertijden, wintermaanden, januari, 10 weken, dat is ergens januari. Of eind januari, ik weet het al niet meer. Maar dus ergens januari, dat zijn natuurlijk donkere maanden. Ik denk dat het zo rond 4 uur al pikken donker wordt buiten. En om 8 uur 's avonds zegt mijn klok dan van... Oké, het is hier lang genoeg donker geweest, jij gaat nu slapen. Maar nu met de zwangerschap en de drukte op het werk en dan ons zoontje daar rondloopt. En ook gewoon een huishouden dat gerund moet worden. Zorgde het ervoor dat ik echt... Om 8:30 s'avonds gingen mijn ogen toe en die gingen toe voor de hele nacht. Maar echt gewoon. Ik kan eigenlijk doorheen heel de zwangerschap, spoiler alert, zeggen dat ik heel goed slaap. En dat is eigenlijk wel een verschilletje met de eerste zwangerschap. Dan heb ik in het eerste trimester echt heel veel wakker gelegen. Ook gewoon omdat je zo excited bent en je zoekt dingetjes op. En elke week, dat is ook nog zo'n dingetje, hè. In de eerste zwangerschap weet je perfect hoeveel minuten, uren, weken, dagen dat je zwanger bent. En nu moet ik het echt heel vaak in de app gaan dubbel checken. Omdat het 1. zo snel voorbij gaat. En 2. het is ook gewoon een andere zwangerschap. Vorige keer, zoals ik eerder zei, ik lag dan 's nachts wakker en ik zocht van alles op. En het was 1 al excitement, want amai, dat is allemaal nieuw. En deze keer heb ik eigenlijk echt gewoon... Ik slaap als een roosje en ik laat het zo wel een beetje passeren. En ik slaap gewoon in het algemeen deze keer veel en veel beter, dieper, langer dan de vorige keer. Dus dat is zo wel een klein verschilletje al. Maar ik heb het volgende niet gelezen. Ik slaap wel keigoed, maar vanaf 9 weken word ik standaard 1 keer wakker 's nachts om naar het toilet te gaan. Nu, dat is wel iets dat gebleven is. Dus ik heb hier genoteerd vanaf 9 weken. Dat is zowel een constante. De nachten dat ik niet wakker word om naar het toilet te gaan, zijn uitzonderlijk. Dus ik ga standaard minstens 1 keer moet ik naar het toilet, door de druk op je blaas natuurlijk. Maar ik slaap daarna ook gewoon wel direct goed door. En dat was vorige keer zeker niet het geval. Nu, cravings. Vorige keer had ik helemaal geen last van cravings. Deze keer ook niet echt, heb ik genoteerd. Maar ik kan ze wel na het horen of zien op tv of in een folderke van iets fris. En dan heb ik het over watermeloen, aardbei was een dingetje, tomaatmozzarella. Als ik dan nog maar hoor... Komkommer of zo, echt zo de frisse dingen, citroenachtige, een Fanta lemon en zo. Oh, ik moest er maar aan denken.
En ik moest dat hebben. Nu ja, in januari watermeloen echt niet gemakkelijk te vinden. Dus wel veel tomaatjes en komkommer en zo gegeten. Als het maar fris was, oh, ik kon daar direct zoveel zin in hebben. Maar echt niet normaal. Dus dat, als we het over cravings hebben, dan denk ik wel dat ik dat kan vernoemen. En qua ervaringen die ik heb genoteerd, is dat eigenlijk alles dat ik voor het eerste trimester heb genoteerd. En ik denk dat dat eigenlijk best wel goed meevalt als het gaat over ervaring en kwaaltjes in het eerste trimester. Nu, wat ik tijdens het eerste trimester wel informatief misschien genomen heb, is nog steeds het foliumzuur. Dus dat was ik beginnen nemen ruim voordat we van plan waren om aan een tweede kindje te gaan beginnen. Maar dat ben ik ook gewoon blijven uitnemen tot 12 weken. Ja, 12 weken is het tweede trimester, dus dat is een volgende update video. En dan ben ik iets anders beginnen nemen, maar dat zal ik daar dan wel vernoemen. Dus foliumzuur is dan het enige supplementje dat ik tijdens die periode genomen heb. Verder was het in het eerste trimester natuurlijk ook zo, hè, raden naar het geslacht. En omdat ik hier en daar toch wel wat andere dingen voelde, zoals bijvoorbeeld die levendige dromen en het moody zijn en heel emotioneel zijn, had ik... Allee, dit is geen spoiler alert. Ik ga ook nog niet het geslacht verklappen. Dit had ik even goed tijdens het moment zelf kunnen zeggen. Dus ik zeg niet ja en ik zeg niet nee of ik gelijk heb. Maar mijn gevoel was, als het over het geslacht ging, van amai, dat zijn zo'n verschillen met de vorige keer. Daar had ik vorige keer helemaal geen last van als het een jongetje was. Waarschijnlijk is het nu een meisje. Dat is echt het gevoel dat ik toen had. Later zal blijken of dat intuïtief klopte of niet. Ik denk dat ik dat in de tweede trimester video wel met jullie wil delen, wat het geslacht is van ons volgend kindje. En dat is zo wel het spannende aan dat eerste trimester. Je leeft eigenlijk wel een beetje toe naar de eerste echo, om te zien van oké, heeft het lichaam het allemaal goed opgestart? En ja, daarna leef je toe naar die tweede echo. Vooral ook om te weten, is alles in orde? Maar die NIP-test, ja, dat is heel erg belangrijk voor natuurlijk het DNA-onderzoek en zo. Qua chromosomen en of alles in orde is. Maar het is toch ook wel heel fijn dat je hier in België dan al het geslacht te horen krijgt op zo'n korte termijn eigenlijk, want 12, 13 weken. Ik denk dat we het wisten rond 13 weken dan uiteindelijk. Ja, dan weet je al super lang wat het geslacht is en dan kan je daar ook echt mee bezig zijn. Dus dat is iets dat ik in de volgende video sowieso wel wil aanhalen. Ja, verder is het eerste trimester ook gewoon een grote denkoefening, hè. Hoe ga je het regelen met kinderopvang? Ons zoontje, die zal 2,5 zijn, ja, die moet naar school gaan. Hoe zien we dat allemaal? En we zijn eruit. Ik kan al verklappen dat ik een lange tijd niet zal gaan werken. Maar dat is misschien iets dat ik in een andere video wel wil aanhalen, omdat het... ja, toch ook wel een beetje spannend is om gedurende langere tijd bewust stay-at-home mom te zijn. Maar misschien als ik binnenkort een Q&A of zo wil gaan filmen, kan ik dat daarin beantwoorden. Daarbij ook al een oproep. Ik ben sowieso van plan om een zwangerschaps Q&A te gaan filmen. Laat hieronder gerust je vragen daarvoor achter. Maar langs de andere kant ga ik die ook in de Best Friends Insta-story zetten. Als je in die groep zit, I know... het is er heel lang stil geweest. Het is er heel lang stil. Maar echt, zwangerschap en life happens. En elke dag vliegt voorbij. En dat is ook wel iets dat ik nu al kan zeggen. Het gaat zo en zo snel. Dat eerste trimester lijkt een eeuwigheid geleden. En het gaat gewoon mega snel. Dat is echt wel iets van de tweede zwangerschap nu. Het vliegt voorbij. En dat... geeft mij soms een klein stressje en een schrikske. En het emotionele van, geniet ik er wel genoeg van? Ach, ik ga dieper dan ik eigenlijk wou gaan deze video. Maar ja, het is wel de realiteit. Het gaat echt mega snel. En de tijd, ik kan ze niet vatten. Ze vliegt voorbij. En dat is wel echt voor mij momenteel het grootste verschil van de twee zwangerschappen. Als ik de twee zwangerschappen vergelijk, ook gewoon... vorige keer had ik een coronazwangerschap. Echt gewoon full lockdown pregnancy. En nu is het gewone leven. Ik ga gewoon dagelijks werken. We hebben een zoontje rondlopen. Sociale contacten, familie meerdere keren zien. Het is sowieso een drukker leven. En die twee zwangerschappen met elkaar vergelijken, dat is ook gewoon een heel ander verhaal. Het is, op een manier is het niet te vergelijken en op een andere manier is het zo...
Het is heel vreemd om het van allebei een keer ervaren te hebben. Nu ja, ik ben op zich, ik weet niet dat dat in deze video duidelijk is. Ik ben op zich heel graag zwanger, omdat ik niet superveel last heb van kwaaltjes. Hey, ik bedoel, alles wat ik de afgelopen 15 minuten of zo, hoe lang heb ik al gebabbeld, heb opgenoemd, dat is echt niks in vergelijking met vrouwen die mega ziek zijn of die mega last hebben van ochtendmisselijkheid of gedurende de hele dag misselijkheid, die niet naar hun werk kunnen gaan. Dus het is voor mij easy going natuurlijk. Ik denk dat het voor andere vrouwen wel eens een heel ander verhaal kan zijn. Nu ja, goed. Dat is alles wat ik over het eerste trimester kwijt kan. Als je nog vragen zou hebben of je wil zelf ervaringen delen, drop ze gerust in de comments hieronder. Ik heb tijdens het lezen en beantwoorden van van de comments op de zwangerschapsaankondiging gezien dat er best wel wat kijkers zijn die zo'n beetje samen met mij zwanger zijn. Dat is super leuk. Kunnen we samen een beetje aftellen. En dus ja, laat gerust hieronder ook jouw ervaring achter. Niet alleen om te babbelen met mij, maar om te babbelen met de andere kijkers. Dat is super tof om te zien als jullie in interactie gaan met elkaar. Good vibes in de reacties, dat is altijd fijn. Ik ga het hierbij laten en dan zie ik jullie heel graag terug in een volgende video. Het zal waarschijnlijk een zwangerschapsgerelateerde video zijn, omdat het voor mij ook gewoon begint te korten. En het zou raar zijn om niet zwanger zwangerschapsvideo's op te nemen. Dus ik ga nog proberen van er zoveel mogelijk te voorzien voor de bevalling. En dan ja, zie ik jullie heel graag terug in een volgende video. Bye!